was op een vrijdagavond thuis en ik ging gaan tennissen. En op een tennis kreeg ik een telefoon van de, laat maar zeggen, algemeen directeur al hier. Peter, heb je het al gehoord? Ik zeg, wat moet ik horen soms? er wordt gesproken dat jij terug naar België zou kunnen komen. Ik zeg, ik heb die optie al opengelaten, maar laat me zeggen, Nick, ik heb momenteel weer voor 3 jaar getekend, dus ik zit al in een traject van weer 3 jaar. En erbij, ik zeg, als dit jaar terugkomen, ik heb dat fantastisch graag gedaan, maar ik heb dat nu al zo x aantal jaar gedaan. Allee, als ik wil terugkomen in België, wil ik wel iets anders doen, hè? Ja, maar zegt hem, het is voor iets anders. Ah, ik zeg, over wat gaat het? Ik zeg, heb interesse om de operaties te leiden in de Macro België. En voilà, vandaar dat we dit mijn verhaal gaande van management trainee via HR, lokaal, nationaal, internationaal en terug nu nationaal, maar in een ander domein, zijn de operaties. En ik doe dit nu op dit moment een jaar en een half en ik amuseer mij eigenlijk rot. Dus voor mij een successtory.